Drie maanden na het kraanongeluk in Alphen aan de Rijn gaat vandaag de hoofdstraat weer open. De beschadigde panden die aan de straat staan zijn gesloopt. De gaten in de weg zijn hersteld en dus kunnen nu de afzettingen weg. Verslaggever Maarten Brakema is in Alphen aan de Rijn. Maarten, hoe wordt daar gereageerd op het openen van de weg? Is het reden voor groot feest? Nou, het is niet zo dat er een fanfare door de straat is gemarcheerd en dat de ballonnen zijn losgelaten. Maar het is wel een belangrijk moment voor Alphen aan de Rijn. De hele dag is er nog hard gewerkt aan het herstellen van de straat, aan andere reparatiewerkzaamheden. Dat heeft ertoe geleid dat aan het eind van de middag hier de laatste hekken zijn weggehaald. Er is nu nog één lint, zodat mensen nog eigenlijk er niet doorheen kunnen door de hoofdstraat. Maar de eerste fietsers, voetgangers hebben er toch al gebruik van gemaakt. En die zijn heel blij dat de straat nu weer open is. Ja, Maarten, wat gaat de komende tijd nog gebeuren daar? De komende tijd wordt het puin van de gesloopte panden hier nog verwerkt en dat moet ook worden afgevoerd. Dus heel af en toe zal de straat nog worden afgesloten en ook in de omgeving moeten nog wel reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Dus af en toe is er nog verkeersoverlast. Maar de hoofdstraat in Alphen aan de Rijn is sinds vandaag weer open. Meneer, wat vindt u ervan? Hoofdstraat weer open? Ja, prima. En ik ben eindelijk, mag ik zeggen, en ik denk dat heel veel mensen er mede met mij blij om zijn. Ja, goed moment. Ja. Zeker. En dan weer op. Een speciaal moment inderdaad. Ja. Waarom? Nou, er is toch wel iets heftigs gebeurd. Dus het is wel een moment om even bij stil te staan. Goed moment voor Alphen? Zeker voor Alphen. Ja. Moet ik maar gauw vergeten zijn, dat verhaal.